In het Iberworld toestel is het schoonmaakteam bijna klaar. Maar Tineke is iets vergeten. Was je wat vergeten, Tineke? Ja, ik was de aanspraakjes vergeten. Maar mensen mogen toch helemaal niet roken? Nee, tegenwoordig niet meer. Nee, dan stappen ze allemaal proppen kauwgom in, hè? Oh ja. Aanspraakjes vol. En hoe haal je dat er dan uit? Nou, helaas met de handen. Vies, hè? Ja, mensen er ook allemaal van die improp met die kleine dingetjes. Zo, ook weer leeg. De familie Kooik heeft de Tax-Free Shop ontdekt, waar ze gehoorbescherming voor in het vliegtuig kopen. Heeft u geen medicijnen nodig, pijnstillers? Ik heb een hele tas vol bij me. Ik ben net naar de dokter geweest. Ik heb dus ibuprofen, dat is hele zware aspirine, maar ik heb ook morfine bij me dus. Dat was eventjes heftig. Dat zit allemaal in die tas. Ja, ik heb ook een paspoort erbij. Dat is een narcotica paspoort. Dat ze zeggen van, dat kan je niet gelijk weer terug doen als je in Griekenland uitstapt. Dus ik deed vrij lang geduurd voordat ik klaar was. Kijk, dit is dus de morfine. Heel mooi netjes verpakt hoor. Je wordt er wel zweverig van, dat merk ik trouwens ook wel. En dit is dus het geneesmiddelenpaspoort. En dat is belangrijk, want dan sturen ze je terug. Dan wordt u niet als verdachte drugshandelaar aangehouden. Ja, precies. Technische dienst van Duxford heeft een optie de achterste cargo deur sluiten en op hetzelfde moment de voorste deur verder openzetten. Dat zou moeten lukken. Voorlopig zit er nog geen beweging in, maar misschien dat het trucje van de technische dienst werkt. De piloot doet de achterste laadklep open en het trucje blijkt te werken. Tegelijkertijd gaat de voorste laadklep dicht. Het vliegtuig kan vertrekken. En Jacques, die kan het nog haast niet geloven. Bij de brandweer zitten de mannen aan de koffie. Ze zijn in afwachting van een brandoefening met een Fokker 50. Ja, vandaag gaan we een oefening houden met een Fokker 50. Deze bus is nu dus een Fokker 50. We gaan nu naar binnen. We houden een kleine inzetoefening. Zoals je zit al rook in. We hebben een aantal slachtoffers. Hier zit één slachtoffer. Er zit geen oven meer op, maar ja, oké. Okay. Hier ligt een klein kind als slachtoffer. Achterin ligt nog een slachtoffer. We hebben hier een brandhaard. We hebben hieronder nog een brandhaardje. Er zijn nog één slachtoffer vergeten. En er zit nog een persoon achter dit schot. Er zit nog iemand en die is wel aanspreekbaar, alleen die kan niet uit de kist. Engbert, wil je even een knopje drukken? Terwijl het Dutchbird-toestel vertrekt naar Gran Canaria, is meneer Kooik maar even gaan liggen in de vertrekhal. Ik kan gewoon even liggen, dat is gewoon handiger dan staan. Vind je het ook zielig voor je vader? Ja, heel zielig. En wat doe je nou om het een beetje makkelijk te maken voor hem? Nou, hij leunt vaak op mijn schouders en nu krijg ik ook een beetje rugpijn. Dat moet natuurlijk niet, hè? Nee. En masseren. Ja, dat doe ik ook wel eens, maar soms vind ik dat ik het niet doe, maar ik kan lekkerst masseren. Is hij ook stiekem een beetje een aansteller? Ja. In de verkeerstoren sluiten de mannen van de technische dienst een nieuwe computer aan. Maar computers kunnen vastlopen natuurlijk. En dan? Dan moet je hem of resetten of repareren, afhankelijk van wat er aan de hand is natuurlijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat het hier meteen zware hectiek is als hier een computer vastloopt. Nou, dat hangt een beetje vanaf, want er zijn heel veel dingen dubbel uitgevoerd. Als er iets afknapt, kunnen ze zo over naar een ander systeem. Veiligheid boven alles. Veiligheid boven alles. In principe mag alles uitvallen. We hebben de verkeersleiders nog genoeg procedures om gewoon door te gaan met verkeersleiding. Want we hebben ook nog noodzenders, noodontvangers. Dus het contact met het vliegtuig gaat nooit verloren. En stel dat alles uitvalt, dan ligt hieronder in de kast een ouderwetse seinlamp. En dan kunnen ze zelfs met lichtseinen kunnen ze het vliegtuig nog informatie geven die nodig is om veilig de zaak af te handelen. De zakenvlucht van Quick Airways is alweer op de terugweg en wacht op toestemming van de toren om te landen op Eelde. Quick 4 is naar Bobon te land. Number 1, Quick 4. Quick 4 is clear to land runway 23, de wind 260 degrees, 12 knots.
gradient. Aan de andere kant van de luchthaven rukt de brandweer uit. De oefening is begonnen. Mag aan boord. De reis naar Kreta kan, ondanks de hernia, beginnen. En daar hebben we de familie Steenhuizen ook weer. Zij gaan aan boord van de vlucht naar Mallorca. Bij de brandweer zitten de mannen alweer aan de koffie. De oefening wordt nabesproken, omdat die niet helemaal zo is verlopen als gepland. Wij hadden eigenlijk gedacht dat Albert als eerste het uit had gehaald. Maar die had je heel veel informatie kunnen geven. Onmiskenbaar, maar ik had al een informant aan de buitenkant van de kist. Ja. Door Engbert. En die vertelde dat er nog mensen in zaten. Ja, heeft een keuze van waar ga je naar binnen toe. Ja. En dan kies ik toch voor bomenwensen naar binnen toe te gaan. Ja, dat is mijn werkwijze. Iedereen is aan boord. Het vliegtuig naar Mallorca kan bijna vertrekken. De familie Steenhuizen heeft, zoals beloofd, een extra stoel gekregen voor hun zoontje. Jacques laat de loadsheet aftekenen door de gezagvoerder. Zie je er niks aan? Zie je er Jacques, wat ben je nou allemaal aan het doen? We hebben nu net de loadsheet van boord gehaald waar alles op staat. De gegevens, en dit is gewoon voor de veiligheid dat wij een extra kopie hiervan hebben. Ja, wat staat er op zo'n kopie? Nou ja, de gewicht, het aantal passagiers, de brandstof. En dat zijn gegevens die hij met de gezagvoerder doorneemt? Of hoe werkt dat? Wij geven het door, hij werkt het uit. Bij deze werkt hij het zelf uit. En bij de volgende vlucht doen wij het. Dat verschilt dus. En pas als al die gegevens op de plaats zijn, dan mag het toestel vertrekken? Ja. Volgende week bekijken vliegtuigspotters drie bijzondere straaljagers. Helpt Nelleke een echtpaar met verlopen paspoorten? En kijken we mee met de voorbereidingen van een reclamevlucht.